Het oostelijke havengebied. De laatste 20 jaar opgestaan uit het zand en de lege vlaktes van de vertrokken havenbedrijven. Dus relatief gesproken een jonge wijk. Een verzameling eilanden met een onmiskenbaar eigen karakter. Maar wat en waar is het oostelijke havengebied precies? Aan de noordkant hebben we de Java-eiland en het KNSM-eiland. In het middengebied hebben we de oostelijke handelskade, Veemkade. Daarnaast hebben we Sporenburg. En daaronder Borneo-eiland. En aan de zuidkant het Krukiersgebied, bestaande uit de architectenbuurt, Antrepoot 2, bedrijventerrein Veemarkt en een heuse industriegebied Krukiers. Hier wonen wij dan met 17.670 medebuurtbewoners. Ze hebben hier wel de stenen, beton en staal erg mooi op elkaar gestapeld. We hebben koekblikken, walvissen, taartpunten, gatenkazen, pakmannen en abstracte kopgevels. En men is onverdeeld positief over de kwaliteit van de woonomgeving. Het is een fijne woonbuurt, omdat je hebt ruimte. De aanwezigheid van het water vind ik echt heel erg lekker. Omdat je dan heel goed de zonsopgang, de zonsondergang, soms wat winderig, maar je merkt heel erg het weer en dat vind ik heerlijk. Ja. Het is een kinderrijke buurt. Kinderen hebben ook alle ruimte om hier te spelen, dat vind ik ook heel erg leuk. En het is een woonwijk tussen twee bruisende stadsgedeeltes. Zoals de Indische buurt en het centrum. Je bent zo in het centrum. Ja, ik woon op het Java-eiland. En ik woon nu 10 jaar in het oostelijk havengebied. En hoe vind je dat hier? Is dat een leuke buurt? Of, Ja, nou ja, het is dus een leuke buurt. In die zin, het is mooi. Er staan mooie huizen. Er is goed over nagedacht, over de architectuur. Ja. Ik ken hier nu aardig wat mensen. Maar ik heb ook het gevoel dat er toch wel heel veel mensen zijn die elkaar niet kennen in deze buurt. Ja, ja. En dat gevoel hebben meerdere mensen. Misschien een beetje te veel van dat langs elkaar heen gedoe. En een tikkeltje te weinig sociale reuring. Maar net onder de waterspiegel begint het toch te bruisen. Buurtbewoners organiseren van alles. ZZP'ers bijvoorbeeld met een druk bezochte maandelijkse open koffie bij het boekhandel Pampus op het KNSM-laan. Of het maandelijkse proefpodium bij Jerry's met muziek in de buurt en Marijke. Een high tea georganiseerd voor de bewoners van het Mentrum in het kader van NL Doet. Dat heeft Britta Lassen en haar collega's lekker bij elkaar gebakken. En de buurtregisseur komt ook even een praatje maken. Het OHG heeft 4 buurtregisseurs die actief meedoen in en meedenken over de buurt. Ik ben Rob Beekman. Ik ben buurtregisseur op Borneo-eiland, waar we op dit moment ook staan. Ja, het is oostelijke havengebied. In het oostelijke havengebied, ja. En u? En ik ben Desiree Gerrits. Ik ben buurtregisseur Java KNSM-eiland. En deze twee buurten, Borneo-eiland en Java KNSM-eiland, zijn 2 van de 4 buurtregiebuurten in het oostelijke havengebied. De andere buurt is architecten. Buurt en het Sporenburg-Veemkade. Daar hebben we ook nog 2 buurtregisseurs. En wij werken vanuit het wijkteam Baliestraat. Er zijn een aantal bewoners die ons heel goed weten te bereiken. Ja. En waar wij door contact op straat, door telefoongesprekken, maar zelfs ook door het twitteren wat ik doe, ons weten te vinden. Wij willen graag met heel veel mensen in de buurt contact, omdat wij gewoon ook een hele laagdrempelige insteek naar de politie zijn. Ja. Dus wat dat betreft, iedereen die wij kunnen ontmoeten, op wat voor manier dan ook, georganiseerd of ongeorganiseerd als privépersoon, is allemaal goed. En de jongeren die hier in de buurt opgroeien,
Wat spoken zij dan uit in downtown OHG? Nou ja, dat is natuurlijk, een hele rijke geschiedenis. Van, je merkt dat heel veel jongeren tijd hebben, dat ze buiten op straat gaan hangen. Dat ze boutiques of gewoon met elkaar willen kletsen. En in die zin was er hier veel plek dat ze konden poelen, dat ze met elkaar konden praten. We draaien eigenlijk de muziek van alle soorten mensen. Dus we weten van verschillende stamgasten. Die houdt van blues, die houdt van rap, die houdt van... Dus we passen onze playlist aan. En ook om mensen een beetje natuurlijk welkom te heten, maar ook om ze soms nieuwe dingen te sturen waar ze niet mee in aanraking komen. En op een gegeven moment hadden we vaak het eind vorig jaar toch wel soms wel toch vrij veel jongeren binnen. En de lezen kennen, dus met name waar ze mee bezig zijn. En sommigen gingen meehelpen, sommigen hebben gewoon actief ook dingen gedaan. Dus in die zin is er behoefte aan een ontmoetingsplek. Wat ik heel leuk hier aan vind, is dat eigenlijk vanaf het moment dat wij hier dingen zijn gaan doen, dat er altijd mensen zijn die het opgemerkt hebben. Weet je, dus of het nou een buurtregisseur is, de gemeente heeft toch wel heel dicht opgestaan en snel ontdekt van een bezoek. Dus in die zin is het wel een buurt die graag wil. Dus ik kan me herinneren dat ik een ander deel van Amsterdam heel lang geweest ben. Ja, niemand vraagt ernaar. Dus het is wat dat betreft anoniemer of zo. En dat vind ik heel prettig in deze buurt. Er zijn heel veel mensen die willen. Maar het feit dat je als vanuit verschillende je zou kunnen organiseren en hoe je daar goed op ingrijpt en hoe je dan ondersteunt of uitbouwt, en dat is voor iedereen lastig. Om dat te signaleren en er vervolgens ook iets mee te doen en de goede dingen te beschermen en de dingen die minder zijn aan te pakken. Dus er gebeurt van alles hier in de buurt. Maar je voelt dat men op zoek is naar meer. Ja, ik spreek heel veel mensen op straat. Dat gaat eigenlijk vanzelf. Dat is een soort tweede natuur voor mezelf. Om altijd met mensen praatjes aan te knopen en te horen waar ze mee bezig zijn. En ik heb het idee dat er ontzettend veel ideeën leven. Van mensen die iets voor de buurt willen doen. Maar dat het niet van de grond komt. En dat is, vind ik, heel erg jammer. Dus ik heb het gevoel als mensen naar elkaar zouden kunnen vinden. En weten dat een ander eigenlijk met hetzelfde bezig is. Ja, dan kun je samen proberen wat op te zetten. Maar wat is dat meer? Een bewonersplatform, een netwerk, een website, een nieuwsbrief, een community? Of allemaal? In ieder geval een plek waar je contact kunt leggen, dingen kunt delen of vragen, of gewoon uit nieuwsgierigheid. Nou, 17.670 mensen kunnen daarover meedenken. En dat is op zijn minst gezegd een geruststellend gedachte.